Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coimers. Het onderwerp van vandaag zal niet als een verrassing komen. We moeten het natuurlijk hebben over de crash op de cryptomarkt. Dus laten we maar gewoon snel beginnen met de video. De Omicron-variant heeft een behoorlijke impact op verschillende financiële markten. En een paar dagen geleden, toen voor het eerst informatie naar buiten kwam over de mutatie, zag je natuurlijk al behoorlijk wat paniek en onzekerheid, zowel op de cryptomarkt als op de aandelenmarkt. En die paniek is er nog steeds, want je merkt op dit moment dat de onzekerheid vooral de overhand neemt op dit moment. En dat is dus niet echt crypto of bitcoin gebonden. Want er is echt wat aan de hand als de S&P 500 in een weekje tijd zakt met 3,5%. Want hier zie je bijvoorbeeld een overzichtje van enkele dalers op de vrijdag. Nou, het is duidelijk, de aandelenmarkt gaat behoorlijk onderuit en crypto zakt mee. Heel eventjes tussendoor, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen, ik maak gebruik van Coimers voor mijn bitcoin en altcoins. En dan loopt op dit moment een actie via mijn link. Registreren en dan crypto kopen van minimaal 100 euro en je krijgt tot 31 december eenmalig 10 euro aan gratis bitcoin. Als je dat besluit te doen via mijn link, ontvang ik ook 10 euro aan bitcoin. Ik vind het wel netjes om daar open in te blijven. Dus in de beschrijving zal ik een linkje achterlaten. En als je dus registreert via de link, help je ook nog eens het kanaal. En dat zal ik altijd waarderen. Er is een daling van 31% sinds de all-time high op dit moment. Dus dat is best wel fors, want dan heb je het over een daling van 31% in 23 dagen tijd. Maar aan bitcoin is helemaal niks veranderd. Het is dus puur verkoopdruk door Omicron en dat zorgt voor heel veel stoplosses die worden geactiveerd en heel veel leverage posities die liquidated zijn. Dan krijg je dus echt zo'n domino effect en dan kan het natuurlijk hartstikke snel gaan. En dat is al helemaal duidelijk als we wat verder inzoomen en kijken naar de 1-minute chart. Bitcoin zakte in de nacht maar liefst tot $42.350. We gingen in 37 minuten tijd van $52.000 naar $42.000. En dat komt dus puur door een kettingreactie. Het ging heel erg snel in hele korte tijd. Vervolgens zie je wel dat heel veel mensen natuurlijk op verschillende exchanges allemaal buy orders hebben klaarstaan. En er was al heel snel een bounce van zo'n 11% op dit moment. Dus natuurlijk nog steeds erg laag, want we staan nog steeds op $47.000. Maar je ziet het wel vaker. Als er plots zo'n snelle daling is, dus echt $10.000 in een half uurtje, dan zie je ook dat er op een gegeven moment een behoorlijke bounce volgt. Maar door die snelle daling van Bitcoin is het wel duidelijk dat we door de 21 weekly EMA zijn gezakt. Die staat op dit moment op $52.238. Dus op dit moment $5.000 eronder. En dat is echt niet ideaal. Dus het is nu wel duidelijk dat we dat belangrijke level weer moeten claimen. Dus we moeten boven de 21 weekly EMA komen. Dus we zitten op dit moment opnieuw in bearish momentum zoals een paar maanden geleden. Maar in mei, toen we natuurlijk een behoorlijke crash meemaakten, kwam de daling puur door Bitcoin. Miners werden uit China verbannen en de hash rate daalde keihard, waardoor het Bitcoin netwerk plots een flinke dauw kreeg. En nu is er eigenlijk zo'n iets niet. Je kan niet echt je vinger leggen op iets Bitcoin gerelateerd. Bijvoorbeeld de wetgeving in de Verenigde Staten wat een mogelijke enorme impact gaat hebben op Bitcoin, dat is er niet. Er is ook geen nieuws dat MicroStrategy besluit om al zijn Bitcoin te verkopen. Het komt op dit moment puur door angst. Investeerders weten namelijk niet hoe ze het variant moeten benaderen. Gaat dit tijdelijk zijn of gaat dit echt zorgen voor een lange periode van wereldwijde lockdowns, waardoor heel veel mensen mogelijk weer zonder werk komen te zitten, waardoor mensen natuurlijk hun posities gaan verkopen om inderdaad wat kapitaal te hebben om door die periode heen te komen. En dat is natuurlijk niet ideaal als jij investeringen moet verkopen om bijvoorbeeld je vaste lasten te kunnen betalen. En dat zeg ik natuurlijk heel erg vaak op dit kanaal in allemaal verschillende video's. Investeer alleen wat je missen kan en zorg altijd voor een noodpotje. Minimaal 3 maanden, maar misschien wel zelfs 6 maanden aan vaste lasten die gewoon op een rekening staat, zodat je niet direct dingen moet verkopen als bijvoorbeeld een investering omlaag gaat. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen zich hieraan houdt. Heel veel mensen zitten allesbehalve gebalanceerd in de markt. Zijn er namelijk zat voorbeelden van mensen die zomaar 90% van eigen vermogen in crypto hebben zitten en soms ook nog eens met leverage. En daar kan je dan echt niet omheen en dat zal ook de komende jaren zo blijven. En het is ook heel erg goed om even te kijken naar de total liquidations van de laatste 24 uur. Dan heb je het over $1.35 miljard. In totaal 253.169 posities werden gesloten.
Dat is dus echt een sneeuwbaleffect wat ervoor zorgt dat steeds meer stoplosses werden geactiveerd en omdat de prijs zo snel omlaag ging, raakten ook heel veel mensen in paniek. Want mensen zijn altijd bearish bij support en bullish bij resistance. Emotie is namelijk een heel raar principe binnen het investeren. Je zal dat eigenlijk moeten omdraaien, maar als je kijkt naar de werkelijkheid zie je eigenlijk dat iedereen hartstikke bullish is als we al heel hard zijn gestegen. En als we in de buurt komen van support waarvan je denkt, nou dit is een belangrijk level, vanaf hier kunnen we bouncen, zijn heel veel mensen weer bearish. En de daling van Bitcoin heeft er ook voor gezorgd dat Bitcoin nu geen market cap heeft van meer dan 1000 miljard dollar. Op dit moment is het namelijk 886 miljard dollar. En als je kijkt naar de percentages daling in de laatste 7 dagen is dat 14,35%. Ethereum is ook natuurlijk omlaag, alleen slechts 6,16%. En zoals ik ook al aangaf in de video over Ethereum op dit kanaal van een paar dagen geleden, het lijkt er dus op dat Ethereum stabieler lijkt bij dalingen. En dat zie je dus deze keer weer goed. Het is dus echt duidelijk geworden, Ethereum wordt hoger en sneller weer ingekocht. Want als je kijkt naar verschillende altcoins, die zijn juist verder gezakt dan Bitcoin. Terwijl Ethereum dus veel beter presteert dan een Bitcoin op dit moment. Maar goed, laten we heel eventjes teruggaan op de crash naar Omicron. Wanneer houdt dit op? Dat is natuurlijk wat iedereen wilt weten. En helaas heb ik het antwoord niet, want dit is dus echt even afwachten. Want het nieuws omtrent deze mutatie gaat daarin gewoon een hele grote rol spelen. En dat zal je ook zien op de aandelenmarkt. Tot die tijd zal je gewoon zien dat er heel veel onzekerheid is. Dus ik kan nu wel allemaal lijntjes gaan trekken, technische analyses delen, belangrijke levels aankaarten. Er is gewoon een dominante factor die alles eromheen negeert. Dat is Omicron. En ik verwacht niet dat de angst en paniek zo groot zal zijn als bijvoorbeeld in maart van 2020. Toen was het virus helemaal nieuw, niemand wist wat de mogelijke gevolgen gingen zijn. Nu hebben we natuurlijk wat meer inzichten, we weten wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Dus die echte angst, die is er niet. Maar angst is en blijft altijd iets raars. Je kan er geen controle over krijgen en daardoor weet je nooit wat er precies gaat gebeuren. En in zo'n fase zitten we gewoon. Ik had het natuurlijk liever ook anders gezien, dat deze mutatie helemaal niet opspeelde en dan was waarschijnlijk Bitcoin dus vele malen hoger. Maar ja, je ziet dus gewoon echt dat we in een periode zitten dat heel veel mensen op zoek zijn naar duidelijkheid. Want onzekerheid heeft gewoon heel veel impact op allemaal verschillende financiële markten. Dus het is altijd heel erg lastig om precies aan te geven wat de mogelijke bodem gaat zijn. Al is het natuurlijk wel zo dat 42.000 dollar al best wel een laag punt was met zo'n enorme snelle daling met daarbovenop natuurlijk nu een flinke bounce. Alleen je wilt niet zien dat we de komende 24 tot 48 uur weer in de buurt komen van de 42.000 dollar. Dat zagen we namelijk ook in mei. De prijs zakte hartstikke snel naar 29.000 dollar. Dan zag je ook zo'n hele snelle bounce zoals we nu eigenlijk ook hebben meegemaakt. Want toen ging Bitcoin van 29.000 naar 37.000. Maar na die bounce en dus zo'n 24 tot 48 uur later zag je gewoon dat Bitcoin steeds wat verder zakte en kwamen we zelfs onder de 29.000 dollar. Dus het is heel erg belangrijk om de komende 48 uur in de gaten te houden om te zien wat daadwerkelijk de prijsactie gaat laten zien. Komen we weer in de buurt van de 42.000 dollar of blijven we er flink boven zitten zo'n beetje rond de 47.000 dollar? En op dit moment heb ik wel bijgekocht. Ik heb natuurlijk aangegeven in de laatste maanden dat ik heel veel heb bijgekocht in mei, waardoor ik niet meer elke dip van 5 of 10% kan opkopen. Want anders is namelijk mijn balans in mijn totaalvermogen weg. Maar nu bij een daling van meer dan 25% moet ik gewoon profiteren. Want ik verdien namelijk aan angst en mensen die verkopen. Net zoals in de zomermaanden toen we heel lang tussen de 28.000 en 35.000 dollar zaten. Heel veel mensen durfden op dat moment echt niet meer te kopen, mensen hadden geen interesse, ja, daar profiteer ik graag van. Maar ik weet ook dat het lastig is, want ik merk gewoon dat er heel vaak twijfel ontstaat als we omlaag gaan. Daarom is het altijd belangrijk dat je gewoon vasthoudt aan je eigen methode. Ik volg bijvoorbeeld de dollar cost average methode. Gewoon elke maand koop ik in, maar bij dit soort dalingen koop ik dus altijd wat extra in. Natuurlijk niet al mijn kapitaal wat aan de zijlijn staat wat beschikbaar is voor mogelijke dalingen, want we kunnen natuurlijk nog verder zakken. Maar ik heb dus weer in een klein stapje bijgekocht. Mochten we naar de 42.000 dollar gaan, zal ik weer een beetje bijkopen. Dus ik zie dit soort periodes van dalingen juist als een periode van kansen. Maar dat komt dus wel door mijn gebalanceerde crypto-strategie. Ik heb een inkoopstrategie met dollar cost averaging en natuurlijk een exitplan. Maar of die exitplan geactiveerd gaat worden in januari van 2022, juli van 2022 of pas in 2023, dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb alle tijd. Want mijn exitplan is niet gebonden aan tijd, maar aan de prijs. Maar er zijn ook heel veel investeerders die moeite hebben om dat geduld te kunnen opbrengen. En dan snap ik wel dat dit soort periodes lastig kunnen zijn.
In mei, toen we zakten met 60%, hebben heel veel mensen verlies geleden, maar er zijn ook heel veel mensen gewoon doorgegaan met dollar cost averaging en hebben misschien zelfs wat extra's gekocht. Als je dat hebt meegemaakt, dan heb je op dit moment dus die ervaring al. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe je nu omgaat met de huidige daling als je in mei voor het eerst zo'n daling hebt meegemaakt. Heb je op dit moment meer rust of is er nog steeds best wel wat angst en paniek? Laat dat zeker even weten. En ik heb zelf het idee dat heel veel mensen die in mei voor het eerst zo'n daling meemaakten, heel veel angst meemaakten. Maar als ze niet hebben verkocht en misschien zelfs hebben bijgekocht, er nu heel anders in staan en de emotie wat meer onder controle hebben. Al blijft emotie natuurlijk altijd een heel lastig onderdeel met investeren. Totale controle over je emotie, ja, dat duurt echt een tijd en heel veel mensen krijgen het ook niet voor elkaar. Dus de komende tijd is het vooral even eens aankijken wat het nieuws gaat brengen over deze mutatie en dat heeft de cryptomarkt ook een beetje nodig. Dat de mensen dus weten waar ze aan toe zijn, zodat die onzekerheid volledig weg is. Maar zoals ik vorige week ook al aangaf, de markt zal erg volatiel zijn. Dalingen en stijgingen van $1000 of $2000 binnen een paar minuten, dat zal er de komende week vaak voorbij zien komen. Dus het is altijd verstandig in deze periode om even uit te zoomen en altijd de rust te bewaren. Meegaan in de paniek, dat is 9 van de 10 keer niet de juiste manier. Voor nu komen we wel aan het einde van Crypto deze week in samenwerking met Coimers. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.